Het is ontzettend belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten en dat kinderen werken aan een gezond leven. En dat begint ermee dat je actief bent, dat je beweegt. En dat levert ook fysieke gezondheid op, ook maar mentaal. Dus het is zo belangrijk dat alle kinderen in onze stad in staat worden gesteld te gaan sporten. En dat die kansen ontbreken bij grote groepen kinderen, helaas. De kinderen zijn hier terechtgekomen via de huisarts. Die hebben ze doorverwezen naar de centrale zorgverlener. En de centrale zorgverlener heeft ze naar deze sportgroep verwezen. De doelgroep zijn voornamelijk kinderen met overgewicht en ook kinderen waar eigenlijk het bewegen niet vanuit huis uit wordt meegegeven. De werkwijze is voornamelijk dat wij als centraal zorgverlener kinderen krijgen toegewezen via de kinderarts, de huisarts of via de GGD, dus de jeugdverpleegkundige. En dan ga ik met de ouders en kind in gesprek. De kinderen hebben een leeftijd van 6 tot 12 jaar. En voor andere leeftijden hebben we ook een groepen, jeugdfit, zoals peuterfit en kleuterfit. Ja, de kinderen hebben veel plezier. Dat is eigenlijk het belangrijkste in deze groep. Dat ze plezier hebben en dat ze kennis maken met nieuwe vormen van sporten en bewegen. En wat is jouw wens naar de toekomst toe? Nou, in ieder geval dat het zo blijft als het nu is, maar ook dat het verbetert. En daar bedoel ik vooral mee, het zou prettig zijn als sportverenigingen of verenigingen contactpersonen hebben en ook meer gebruik maken van andere clubs. Want ik merk nu zelf dat deze samenwerking met andere clubs, met de kickboxclub en met de worstelclub, dat gewoon veel meer oplevert voor de kinderen, dat ze blijven sporten ook.